Van de week zei ze nog dat ik het niet goed filmde, alles. Op een of andere manier. Dus ik ga iets meer mijn best doen. Maar ik had al gezien dat er alweer een paar kikkers gewoon uitgesprongen waren. Oh, kom maar jongens. Hup. Hier, toink, daar gaat die toink. Hier, toink. Ach jongens, ik wou het laten zien, maar dat is het juist. Kikkers die willen zo graag eruit. Ach jongens, ontspan. Hier, ook zo'n mooie kikker. Moet je zien. Hier jongen, toink, daar gaat hij. Ja, weet je wat het is? Oh ja, die kleintjes moet ik er niet uitlaten. Ah, god, wat een gedoe. Die kleintjes, die eten ze misschien wel op, dus die moet ik gewoon loslaten. Ah, hier jongen, hup. Hier. Hé, poink. Hier, nog zo'n kikker. Kikker zo had zo moeilijk. Hup. Hier, jongen. Hup. Mooie kikker. Echt. En een hele dikke pad. God, wat een dikke pad. Oh. Had hij niet verwacht dat hij vandaag nog vrij zou komen. Ah, zegt hij, die pad. Oh. Mooi, hè, zo'n pad. Kijk, jongen. Hij zegt, wat een uitzicht. Volgens mij gaat hij zo springen. Hop. Hey, zegt hij, vrijheid. Joehoe. Mooi hè, daar gaat hij. Ja, en voor de rest zijn het allemaal kleine patjes en kikkertjes. Ik moet een beetje mee oppassen. Die grote boefjes, die eten ze zo op. En de merel, die pakken ze ook. Dus ik zal eventjes laten zien hoeveel ik er alweer uit heb gehaald. Allemaal van die kleine. Ook eens een leuke kikker. Nou jongens, hier is een mooi plekje. Zo, moet je zien. Geweldig. Ja, die kruipen wel weg. Hup. Joehoe, kom op jongens, jullie kunnen het. Hup, daar gaan ze. Hup. Mooi, hè? Ja, sommigen zijn helemaal verslag. Hup, daarachter ook zo leuk. Zo'n kleintje, toink, toink, toink. Hup. Kom op, jongens, jullie kunnen het. Daarachter gaat er ook nog eentje. Nou, je kan wel zien dat ik mijn cameraatje schoongemaakt heb. Leuk hè, die kikkertjes. Oh, geweldig. Mooi hè, die groene kikkertjes. Sommigen zijn helemaal verslag. Kom op jongens, verstop je maar voor de merel. Want die vreet jullie zo op. Nou. Yeah. Oeh. Nou. Zo te zien zijn ze allemaal weggedoken. Ik ga zelf ook een klein vijvertje maken. Maar dat duurt nog even. Oh hier. Zie je, er zit er een. Bij te komen. Hier, daar zit hij. Mooi hè. Ja, vaak is het zo, als je ze vrij hebt gelaten of gemaakt, zijn ze ook niet bang meer voor je. Dan zeggen ze, oh je hebt me gered. Nou, dat was hem alweer. Leuk hè, die musjes. Er zijn bijna geen vogels meer. Toevallig hier wel. Maar over het algemeen is het gewoon doodstil. En wat ze met die koudjes gedaan hebben, ook erg hoor. Maar ja, daar hebben we het nog wel over. En wat Macron nou weer gedaan heeft, kan toch niet? Kinderen vanaf 12 jaar worden een persoon. Oh, mooi is dat. Kan nooit goed zijn. Zijn de ouders niet meer verantwoordelijk? Nou ja, mogen de kinderen het zelf weten wat ze doen? Is een pedofiel ook niet meer strafbaar? Zolang die het niet met geweld doet. Nou, dat was er maar weer. Doe het ook. Dankzij Macron en Rutte en Merkel, die zijn met z'n allen altijd heel druk. Nou, leuke staat.